hebben ongeveer in Naarden-Bussum 50 jaar gevochten voor een toegankelijk station Naarden-Bussum. En vandaag is dat een feit. We wonen hier sinds 1963 en toen merkten we zowel aan mijn ouders als aan mijn schoonouders dat het niet te doen was om met de trein weg te gaan of te komen. En ze konden niet komen en dat vonden we sneu. Het station was gewoon totaal onbereikbaar. Voor als je een handicap had of hebt of als je als ouders met een grote wandelwagen hier het station op wilt rijden. Dat gaat heel lastig. Deze ziet er mooi uit. Vooral als je heel veel moet reizen en je wordt iets ouder, weet je, dan waar je die trap, al die kleine trappetjes van wanhopig, weet je wel. Maar dit is wel fijn, dit is gewoon goed. Nou, we zijn hier gestart in 2009 en we zijn vandaag 20 juni 2014. Dus ja, een snelle rekensom leert ons dat we dan bijna 5 jaar bezig zijn geweest met deze liften. Er zijn hier een aantal lekkages geweest. En om te onderzoeken wat de oorzaak is van de lekkage, hebben we duikers ingezet. Die zijn onder water gaan kijken waar de lekkages vandaan kwamen. Ja. En toen hebben ze daar ook een heel aantal vreemde zaken aangetroffen. Vreemde materialen in de bodem, oude rioleringen, oude resten van vorige stations die hier vroeger hebben gestaan. Nou, dat zijn allemaal oorzaken waardoor we de lekkages hebben gehad hier. Ik vind het vooral fijn voor al die mensen die er gebruik van gaan maken. Want dat overkomt ons niet zoveel meer, maar voor andere mensen die dat echt, het was een gezeul die trap en het was gevaarlijk. Hè? Er is nooit dat gebeurd, want de mensen kwamen gewoon niet, ze gingen naar een ander station. Een heel mooi gevoel, het gaat heel smooth.